Dag vrienden van Siroop. December is een maand van cadeautjes kopen, cadeautjes geven en al zo'n dingen. En vandaag laat ik jullie weten wat je moet doen om een kerstkaartje van mij te ontvangen. En misschien nog iets extra. Maar eerst ga ik bekendmaken wie de Harry Potter giveaway heeft gewonnen. Er bestaat dus een app om random comments te selecteren onder een video. We gaan dat eens testen, hè. Oké, ik moet gewoon dus de YouTube-link erin plakken en dan zoek. Er zijn 57 reacties. Dat is eigenlijk wel makkelijk. De eerste winnaar heeft gereageerd: Harry Potter is niet bang van spinnen. De Blu-ray versie alstublieft. Oké, ik heb hier de Blu-ray van Harry Potter en die gaat naar Bastuchakchuro. Bas du Chateau. Of zo. Bas du Chateau. Het zal dat zijn waarschijnlijk. Bas du Chateau, jij wint al de Blu-ray. De volgende winnaar. Joshua Moulans. Liefst de Switch-versie. Oké. Dan krijg jij Joshua Moulans de Switch-versie. Alsjeblieft. Ik ben hier maar cadeautjes aan het uitgeven. Ik ben eigenlijk de Oprah van Vlaanderen. Volgende. Maarten Turksen. Jij wint de Xbox One-versie. Want ik zie in uw comment dat jij de Xbox One-versie wel zou willen. Perfect. Momenteel heb ik hier nog geen repeat moeten doen. Dat gaat hier vlotjes. En dan is er nog één prijs over en dat is de Lego set en dat is voor Merops. Alsjeblieft, Merops, jij wint de Harry Potter Lego set. Proficiat iedereen. Amai, dat is wel handig zo, winnaars kiezen. De technologie, de dag van vandaag. Mooi. Maar de video moet eigenlijk nog beginnen. Gisteren heeft de dierenbescherming van Mechelen een kerstmarktje georganiseerd. Eigenlijk om centen te verzamelen. En er was echt veel volk, dus ik ben wel blij. En ik heb ook mijn steentje bijgedragen. Ik heb hun kalender gekocht. En ik heb een fotoshoot gedaan met wifi om wat kerstkaartjes te laten maken. Je weet wel zo van die foute kerstkaartjes van een baasje met een hondje erop en een kersttenuutje aan. En wel, dat heb ik gedaan. Binnen een paar weken krijgen die postkaartjes en ik wil die met jullie delen. Maar er is één voorwaarde. Het einde van het jaar wordt vaak gekoppeld aan goede doelen steunen, zie maar naar de warmste week. En als jullie een kerstkaartje van mij willen ontvangen en misschien nog wat extra siroop goodies, dan wil ik dat jullie bloed gaan geven bij het Rode Kruis. En als je mij daarvan een bewijs kunt doorsturen dat je bloed aan het geven bent, dan krijg je van mij een postkaartje en wat siroop goodies. Maar sommigen van jullie denken nu waarschijnlijk, ah, ik heb ergens wel nog een foto liggen van die keer dat ik ooit eens bloed heb gegeven. Maar zo gemakkelijk krijg je geen postkaartje van mij. Daarom moet je op de foto, terwijl je bloed aan het geven bent, drie vingers tonen. De W van wifi, mijn hondje of zo. Ja, ik zoek maar een reden zodat jullie niet kunnen valsspelen met de foto's. En waarom ik jullie vooral wil motiveren om bloed te geven is, in de laatste jaren dat mijn vader ziek was, heeft hij heel veel bloed nodig gehad om eigenlijk langer te kunnen blijven leven. En iedere dag dat ik extra gekregen heb met mijn vader, daar ben ik zeer dankbaar voor. En dat komt dus ook door mensen die bloed gaan geven. Dus het is wel iets dat mij nauw aan het hart ligt. Ik heb hierover laatst nog een berichtje gekregen van het Rode Kruis, dat ze echt wel op zoek zijn nog altijd naar mensen die bloed komen geven. Zou denken na een tijdje dat iedereen wel een gezonde reflex heeft om af en toe eens bloed te gaan geven. Maar dat is dus nog niet. Dus ik wil jullie motiveren om allemaal bloed te gaan geven. Als je geen bloed mocht geven, steun een beetje het Rode Kruis of zo. Als je het anders kunt oplossen op een mooie manier, dan krijg je misschien ook een postkaartje. En weet dat ik nog iets meer bij het postkaartje ga steken. Het gaat niet enkel een postkaartje zijn, maar ik ben het nog zo aan het uitdokteren. Of dat ik t-shirts ga meegeven of nog iets anders. Maar dat ga je wel zien als je bloed heeft en een foto doorstuurt naar mij. Met drie vingers in de lucht van W van wifi. Mijn hondje. Vrienden van Siroop, jullie hebben sowieso bloed te veel. Deel het een beetje.